Oké, allemaal, we lezen weer verder in het verhaal van Samson en Dalila. Nu paragraaf 22 en verder. Dus, Samson was zijn haar kwijt, zijn kracht kwijt, was gevangen genomen en opgesloten in de gevangenis. En daar moest hij meel malen. En wat gebeurt er dan? Kai erg sato het trix tes kefales autu anatailai en nika exurete. En het trix het haar tes kefales van zijn hoofd, zijn hoofdhaar, autu van hem, erg sato van Sigmatis Auristus van Argomai, wederom, die begon te anatailai. Dat is hier anatello, dus opkomen of zo, hier in tekens groeien. Anatel wordt anatel, want het is eigenlijk een zegmatisch aoristisch, maar het krijgt toch geen sigma, dus wordt het dan een klein beetje verlengd. Anatel, ai is dan de uitgang voor de infinitives. Het is gewoon te groeien. Henica exurete. Henica, vanaf het moment dat exurete, e algemeen, xure is scheren, the is dan aoristisch passief. Vanaf het moment dat het geschoren werd of gezworen was. Kai hoi satrapai ton alophulon sun echtes antuthusai thysian megalen dagon toi theoiaton kai tu afrantenai kaiaipan. Dus de kracht begint misschien ook wel weer een klein beetje toe te nemen. In ieder geval, de stadskoningen van de Filistijnen, ton alophulon, die sun echtes dan. Sun agomai is het werkwoord, dat is zich verzamelen. Nou, daar herken je sun van. Ag is de stam, dat is veranderd in erg. Waarom? Omdat de alfa is veranderd in erg, vanwege het argument voor de verlenging van de validiteit. De gamma is veranderd in een g, omdat er een theta achter is gekomen. Dat heeft een h-klank erin, een theta. Dus een gamma met een h-klank krijgt er geen g. Dus, en waarom staat die theta? Dat is voor passieve aoristes. Nu is deze passieve aoristes een beetje een medium of gewoon normale betekenis. Het betekent gewoon zich verzamelen of bijeenkomen. Dus, en de stadskoning van de Filistijnen, die verzamelden zich, die kwamen bijeen. Tu thusai, thusian megalen enzovoort. Tu thusai, tu is en zoiets om te, met een infinitivus erachter. En dit is gewoon een infinitivus aoristisch van tuo, offeren. Zo om te offeren, thusian accusativus, om te offeren een offer. Megalen, groot, wordt daarbij. En om een groot offer te offeren. Dagon is de naam van de god. Aan Dagon. Waarom is het aan Dagon? Dat dit ja, bedoeld is als dativus. Omdat het niet, hoewel het niet verbogen wordt. Omdat het geen Griekse woord is. Maar je kunt zien dat het dativus is. Omdat er toi theoi achter staat. Dat is wel degelijk een dativus. Dus aan de god Dagon. Of aan Dagon, de god van hun. Auton is geen dius meervoud. Dus van hun. Kai tu aifrontenai. Toe, wederom, net als toe thusai, toe afrantena, is ook een infinitivus, in dit geval van de aoristisch passief, van het werkwoord afrainomai. Dat betekent feestvieren. Het lijkt passief te zijn, hè, dit te, zoals ik al zei, maar het heeft gewoon een beetje een mediumachtige betekenis. Het betekent gewoon feestvieren. Dus afrante is een aoristisch van afrain. Dus, en om feest te vieren, gaan we ze dus ook bij elkaar. En Eipan, en ze zeiden, Eipan is hetzelfde als Eipon, dus is een thematische aoristus met een beetje een sigmatische uitgang. Paredo ken ho theos hemon en gairi hemon, Samson ton echtron hemon. De god hemon, van ons, dus onze god, paredo ken, van para didomi, overhandigen, overleveren of iets dergelijks. Hier een stam aoristus. Alleen de stam van Dido wordt Do, kort dus, dan krijg je stam aoristus. Dus heeft overhandigd, heeft overgeleverd. En Geiri Hemon in de hand van ons, of in onze hand. Samson, ton echtron Hemon, de vijand van ons. Nou, drie keer Hemon, dat is een beetje overbodig, maar wij zouden dat ook zouden doen. Hè? Dus onze God heeft onze vijand Samson in onze hand gegeven of overleverd, zoiets dergelijks. Of in onze handen gegeven, zouden wij misschien meer van het gemaakt. Ze waren hartstikke blij. Kai eiden auton halaos. Kai eines antutheus auton kaiaipan. En zag hem het volk. In die volgorde natuurlijk in het Grieks. En het volk, halaos, zag hem. Zag dus Samson. En ze eines san. Het werkwoord aineo is
prijzen, hè, dus loven, goedkeuren of zoiets dergelijks. Nou ja, prijzen, misschien mooier. En zij prezen Aineo, is heel onherkenbaar als je daar een aoristos van maakt, want de a valt in de eta en dan gaat de jota eronder staan. En de sigma is dan voor de sigmaatse aoristos. En zij prezen de goden, auton, van hun, dat is meervoud, hè, want daar natuurlijk geen monotheïstische, maar polytheïstische religie, de Filistijnen. En ze prezen hun goden en ze zeiden, net zoals hiervoor stond, Eipan. En ze zeiden, het komt een beetje hetzelfde. Paredoken, Hotheos hemon, Tonechton hemon en Geiriemon. Dus onze God heeft onze vijand in onze hand overgeleverd. En dan staat er nog bij, Kaiton ex eremunta ton tengen hemon. En het werkwoord ex eremeo, betekent verwoesten. Nee, ik zeg het verkeerd, hè. Ex eremon is dan verwoestend. Dat is een presens, participium. Maar in de accusatives wordt dat ex eremunta. Waarom niet ex eremonta? Omdat het werkwoord ex eremeo is, met de e. Dus eigenlijk zou je ex eremeonta krijgen, maar dat trekt samen tot ex eremunta. Dat is een accusatief. Waarom accusatief? Omdat het gaat over die echtron. Hè? Dus en het is eigenlijk zelfstandig gebruikt. En de verwoestende. En degene die verwoestte. Wat dan? Leidend voorwerp, tengen daarbij. Het land, hemon, van ons. En degene die ons land verwoestte. En het is onze vijand. En degene die ons land verwoest. Dat is toch steeds dezelfde persoon, hoor. Dat is Samson natuurlijk, want gewoon vechtersbaas. Hostis e plethynen tus traumatias hemon. Die. Hostis is gewoon die. Eigenlijk is het die maar of zo, maar hier is het een beetje overbodig om dat maar toe te voegen. Tus traumatias hemon, onze gewonden. En traumatias is een gewonde. Tus traumatias zijn de gewonden. Hemon. E plethynen. Plethyno betekent vermeerderen. Hier is e plethynen is dus. Ja, of het is imperfectum, want het is plethune blijft als stam staan. E plethune, dan gewoon vermeerderde. Het kan ook een pseudo-sigmatische aoristos zijn, want plethuno krijgt geen sigma in de aoristos, omdat het een stam heeft die eindigt op een letter van het woord molenaar. Hè. De nu zit in het woord molenaar. En L, N of R krijg je daarmee te maken. En dan krijg je geen sigma, maar geen pseudo-sigmatische aoristos. Maar die, goed, voor onze vertaling maakt het niet zoveel uit, betekent vermeerderde dan, hè. Dus die onze gewonden vermeerderde. Terwijl die zorgde ervoor dat heel veel mensen van de Filistijnen gewond raakten. En die ons land dus verwoestten. Nou, maar die hebben we nu dus in handen gekregen van onze God. Hoera! Kai egeneto hote egathynthe hekaria auton kai eipan. Kai egeneto hote en het gebeurde. Dat, zo is wat we al eerder hebben gezien, stond op kai egeneto kai, maar hier kai egeneto hote, komt op hetzelfde neer, aoris van kignomai. Dat agathynte, dat is een beetje een gek woord, agathyno, heeft te maken met agathos, dus goed, hier vrolijk, dus opvrolijken. Dus agathyno is opvrolijken, agathynte is een verlenging voor de augment natuurlijk, en dan de theta wijst aoris is passief, dus dat opgevrolijkt werd. Aorist is en passief. He cardia auton, het hart van hun. En dat hun hart opgevrolijkt werd, dat hun hart vrolijk werd. Logisch, hè? Ze werden er vrolijk van. Kai eipan en ze zeiden, dat is maar het derde keer. Kalesateton Samson ex oikou phylakes, kai paiksato en opion hemon. Kalesate, de sigma en de alfa wijst op aoris. De sigmaatse aoris is een te is imperativus, dus roep. En een imperativus van de aoris hoef je niet op een andere manier te verstaan dan een gewone imperativus. Roep Samson, ton Samson, uit het huis van bewaring, weer te gezien, uit de gevangenis. Kai paiksato, nou dat is een beetje een gekke vorm. Het werkwoord is paizo met een zeta, dat ziet er anders uit dan dit, dit is een xi. Betekent spelen, hier zoiets als vermaken. Het feit dat er een xi staat, betekent met een combinatie met de alfa dat het sigmaatse aoristos is. Dan de uitgang to, dat is iets anders dan. Te is een imperatieve vorm van het meervoud. Voor hè, jullie moeten.
Maar to is een imperatief van de derde persoon. Dat komt niet vaak voor, maar betekent dan hij moet. Dus, en hij moet spelen, of zo. Of hij moet vermaken. Enopion hemon. Hij moet spelen voor. Enopion betekent dus in het blikveld. Of voor hemon, ons, van ons. Oftewel, hij moet spelen voor ons. Hij moet ons vermaken. Dat is wat daar bedoeld wordt. Nou, doen ze dat ook? Ja hoor. Kai e kalis anton samson ex oikoutes vulikes. Kan en e pai zon autoi. En zij riepen. Ekalisan, hetzelfde als wat ik hier had, hè, maar dan gewoon indicatief is. Samson, uit het huis van bewaring, staat daar ook weer. Kan I en e paizo, net op. Paizo is dus spelen of vermaken. Hier m paizo betekent bespotten, spelen met iemand. Dit is een imperfectum, want de stam paiz is gewoon blijven bestaan, maar er staat wel een argument voor. Dus zij bespotten, dubbel t, natuurlijk als verleden tijd. Ze waren aan het bespotten. Autoi. Het gaat altijd met een dativus, dus het is gewoon hem. Kai, estesan auton ana mesonton duo stulon. En estesan is als zich, sorry, stamouders is van het werkwoord histemi. Histemi betekent neerzetten, opstellen. Histe is de stam, die is veranderd in ste. Dat maakt het een stamouders, omdat die wel kort is, die stam. Wel een argument ervoor, en san worden net op zo'n meervoud. En zij zetten neer met. Of zij hebben neergezet, zij stelden op, Aton, hem, ana meson ton duo stulon. Ana meson is letterlijk in het midden, of zo, oftewel tussen, ton duo stulon, de twee pilaren, de twee zuilen. Er waren blijkbaar twee zuilen in dat soort van, dat paleis, of dat huis waar ze waren, om dat feest te vieren, of soms was het wel een soort tempel, dat wordt niet echt duidelijk gezegd. Dus midden tussen de twee zuilen, twee pilaren. Kai eipen Samson prostopaidarion ton geira gogunta auton. En Samson, die zei, eipen prostopaidarion, tegen de jongen, topaidarion, de jongen, of misschien was het een slaaf, ton geira gogunta auton. Geira gogeo is eigenlijk makkelijk af te leiden, wat betekent dat her geira is de hand, ago is leiden. Dus geira gogeo betekent iemand bij de hand leiden. Hier in de vorm geira gogunta, dat hebben we eerder gezien in de uitgang, dat is natuurlijk een accusatieve enkelvoud van het participium. Letterlijk bij de hand leidend. Dus tegen de jongen de bij de hand leidende. Tegen de jongen die hem bij de hand leiden. Wat wel... vreemd is dat Tobaidarion eigenlijk onzijdig is en Ton Gaidegogunta is onmannelijk. Maar we snappen wel dat dat zo gedaan is, omdat Tobaidarion is een jongen. Dus qua woordgeslacht is het wel degelijk onzijdig, maar het natuurlijk geslacht van hem is natuurlijk mannelijk, vandaar dat het ook een mannelijk staat. Dus de jongen die hem bij de hand leidde, daar zei hij dus tegen. Eb anapauson me de kai poieson celafesai me epitus stulus. F hon hoikos enzovoort. Dus eb ana pauson me. Even te kijken. Ik denk dat ik dat beter eventjes een clipje kan zetten hier zo. Anders wordt dat filmpje niet passend. Dus ik bewaar dit laatste stukje even voor een volgend filmpje. Dus ik zou zeggen spring gauw meteen door naar de volgende. Tot zo.